De NDC is de uitjouwer van onder andere de Ljouwerse kranten, het Fries Dagblad en tal van huis on huis bladen. Vlinier waren al 250 banen skrast bij de noordelijke uitjouwerij. Nu moet het er op een nijbaan verdwijnen om een miljoenenlening uit te lossen aan de bank. Die schuld ontstier doet NDC boekuitjouwer Tieme Meulenhof van 180 miljoen euro kocht. Kwart en nijst waren de boekenmerk in mekaar. Het gaat natuurlijk om de kostenbesparingen die we uit de verschillende processen gaan halen de komende maanden. En daar praten wij verder over met onze medewerkers. En dat zoeken we de komende weken allemaal verder uit, wat dat precies gaat betekenen. Het is al de vierde reorganisatie zo'n 2008 bij NDC Media Group. Waar de klappen vallen is nog net krek bekend. De directie werkt aan een plan om de regionale kranten in het noorden te behouden. Dit is in ieder geval noodzakelijk. Hè? En ik kan andere ontwikkelingen kan natuurlijk helemaal niet uitsluiten. Maar wij zullen er onze stinkende best voor doen om ervoor te zorgen dat we het hoofd over water houden. En daar hebben we alle hulp van iedereen bij nodig. Alles wat we doen staat in het teken van continuïteit van de onderneming.